Tatoeëren. Is dat zo? Ja. Maar jij zou het wel kunnen hebben. Ja, heb je het wel. Ja. Maar jij vindt het ook wel leuk een beetje om het haar te spelen, een snorretje, baardjes. Ja, en, ja. Nou, dat nieuws. Ja, ga je binnenkort ook een Hani Hanna zo een streepje? De kapper van voetballers? Nee. Nog niet. Nee. Maar vind je het wel staan? Kan, Ja, ik vind het wel kunnen. Het is weer nieuw, het is weer wat anders. Ja. Er zijn heel veel spelers. Want jij doelt natuurlijk op Ronaldo, Cristiano. Ja. Die heeft het ook allemaal. Ja, vandaag zag ik Bale ook. Gareth Bale. Ja. Maar hoe komt een streepje plotseling? Ja, waarom niet? Weer is wat anders. Beetje... Zullen we het hebben over voetbal, jongens? Van Hals. Ja, Van Hals. Jack, ik kan geen streepje meer. Dat gaat nergens over. VVV degradeert. Verlies voor de Eredivisie? Nee, zeker niet. Zeker niet. Kijk, helemaal omdat ze al jarenlang tegen de nieuwe stadion aan het hikken zijn. Dat lukt niet. Ja, dan is dit het gevolg. En ook als je voetbaltechnisch kijkt naar dit seizoen. Ja, maar het is al een van de mindere ploegen. De laatste jaren overleefden ze deze fase net, hè? Ja, ze liepen al jaren langs je afgrond en dan duvel je er een keertje in. Het was het wachten erop. Ze werden in de competitie 17e. Wel een probleem voor die club, maar heel Limburg is natuurlijk in brand met voetbal. Ook zij kunnen het zich bijna niet permitteren om een divisie terug te gaan. Inderdaad, wachten al een paar jaar op een nieuwe accommodatie. Dus dat wordt wel listig allemaal daar, hè, in Limburg. Wat gebeurt er met Roda? Die hebben we nu nog gewonnen, maar dat kan ook nog fout gaan. Er zou er niet één club uit Limburg in de Eredivisie zitten. Maar dit was terecht en ik heb die wedstrijd gekeken. Go Ahead speelde echt gewoon beter. Ja, het was gewoon compliment aan Erik ten Hag. Het is wel jammer, VVD is een... VVD is een leuke club. Is een leuke club. Maar Go Ahead, die Eagles zeker ook. Moeten we nog tegen Volendam, hè? Vind ik leuk. Moeten we nog tegen Volendam. Allebei leuke clubs. Is het niet tijd van FC Limburg weer? Of zeg ik wat links? Ik denk dat het nu misschien uit armoede wordt geboren. Dat men een beetje in elkaars armen wordt gedreven. En VVV had het natuurlijk niet. VVV wil nooit meedoen. Dan gaat het om Fortuna Roda. Nou, het is echt de enige oplossing. Want Roda heeft ook al geen geld. MVV draait dan een beetje mee in de eerste divisie. Het zou moeten. Alleen het grootste probleem is, ze hebben ooit een goed stadion neergezet bij Roda. Daar kan geen FC Limburg spelen. FC Limburg zou je alleen kunnen hebben, zeg maar, rond het vliegveld, hè, daar bij Beek. Dan heb je een beetje aanvoer uit heel Limburg. Ik wil bijna vragen waarom niet. Maar Ja, omdat ze uit Maastricht gaan ze niet naar Kerk halen. Nee, oké. Nou, goed, dan gaat het dus niet gebeuren. Ja. Nou ja. Nee, dan gaat sentimenten overhand krijgen en gaan ze het uiteindelijk gewoon niet redden. Roda gaat uitkomen tegen Sparta. Interessante confrontatie. Of is Roda gewoon toch te sterk voor dit Sparta? Nou ja, het zou toch een verrassing kunnen zijn. Ik denk dat Sparta er ook alweer aan toe is om terug te gaan. Maar ik vind het nog steeds een verbazing dat Roda zo slecht doet eigenlijk. Roda heeft best een aardige ploeg. Ja, snap het niet. Nee, Takaat, hè? Moet het dan klaarspelen? Ja, gaat het hem lukken? Inderdaad. Nou, ik denk lastig is als je kijkt naar het materiaal. Sparta die zou eigenlijk moeten promoveren als je kijkt naar de hele organisatie en de infrastructuur, goede jeugdopleiding. Maar ja, qua elftal is het vrij armoedig, hoor. Kan zelfs Henk de Kater niks aan doen. Dus ik denk dat Roda dan wel gaat winnen. Het zijn natuurlijk wel leuke namen die er staan, die drie ploegen uit de eerste divisie. Sparta, Go Ahead, Volendam. Eén daarvan gaat in ieder geval, of wellicht twee gaan er komen. Ja. Waar hoop jij op? Ja, ik van oudsher, ik hoop op Sparta. Ja, dat hoop ik ook wel. Ik ben een Sparta. Hij heeft ook door de historie. Ja. Maar Go Ahead maakt een hele goede indruk. Ja. Vind je? Go Ahead Volendam is natuurlijk heel erg pikant nu. Want Go Ahead houdt op de laatste competitiedag Volendam van de kampioenschap. Daardoor wordt Cambuur kampioen. Ja. Dubbele confrontatie. Kan het heel aardig worden? Ik denk dat de messen geslepen worden, hoor, in Volendam. En logisch ook, want dan kunnen ze een grote fout. Want ik vind dat echt, dat mag niet gebeuren op de Volendam, laatste Volendam, de messen geslepen in Volendam? De vissersmessen. Die hebben ze wel, hoor. Nou ja, ik dacht dat Volendam toch altijd van het voetbal ligt. Ja, technisch. Jawel, maar er staat toch een rekeningetje open, zoals dat ze mooi heet. Ja? Waarom? Kunnen ze dat in Volendam? Dat is de vraag. Ik ben bang van niet. Dat hebben ze volgens mij. Die zit niet in het aard van het beestje. Nee. Nou goed, we zijn in ieder geval benieuwd. Wat we wel weten is dat Twente en Utrecht in ieder geval twee ploegen achter zich hebben gelaten. Geen Groningen meer, geen Heerenveen. Eigenlijk de verwachting een beetje. Wat het voorspelt volgens mij, toch? Vorige week al. Twente werd natuurlijk nog heel listig. Hè? Groningen stond 10 minuten voor tijd nog met 2-1 voor. Dat was genoeg. En het chat niet was echt nodig om dat recht te breien. Utrecht had het eigenlijk gewoon makkelijk. Die hebben twee vingers in de neus gewoon van Heerenveen gewonnen. Dus we heel even eerst naar Twente gaan, even die goal van Shatley. Hè? Want dan kan je toch wel heel aardig voetballen als je hem er zo in tikt. Ja, wel het lijkt bij Shatley van nou ja, eigenlijk niet hem aanneemt, weet je al dat hij gaat zitten. Ja, hetzelfde als een penalty. Bij sommige spelers weet je al van nou, dat wordt een goal. Geweldige speler. Waarom speelde hij nou niet in de basis? Ja, dat was... Hij was niet vroeg genoeg. Hij was geblesseerd geweest. Hij was nog niet helemaal... vaak niet fit, hè? Nee, de laatste twee seizoenen. Wacht even, hij was heel erg fit.
Ja, maar niet voor nu, misschien, nee, ja, misschien niet voor wat ik daar net zag. Er werd ja, gezegd dat hij voor een bepaalde tijd fit was. Ja. Niet voor 90 minuten. Maar kan dat? Ja. Natuurlijk kan dat. Ja. 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 Dat kan, ja. Zoals Van der Gun bij Utrecht een uur speelt en dan moet hij eraf. Hè, want die had last van zijn knie. Ja. Ik vraag me wel eens af. Bedoel, het is zo'n goede voetballer. Hè? Juventus wil hem dan hebben, andere clubs in het buitenland. Maar als je in Nederland toch al zoveel wedstrijden mist, omdat je steeds fysiek wat hebt, ja, kun je dan wel in het buitenland in het maar Juventus heeft officieel geboden, toch? Ja. Ja. Afgezien daarvan, vind jij dat hij dat zou kunnen? Juventus? Ja, ik denk dat de kwaliteit die hij heeft, de techniek die hij heeft, de overzicht die hij heeft, dat hij alleen maar beter gaat spelen met goede, ja, spelers om zich heen. Ja. En je speelt in een fantastisch stadion, Juventus. Als ik elke andere club zou je denken van nou, allemaal oud. En spelen allemaal het voetbal. Maar ze spelen gewoon goed voetbal. Ja. Dus ik denk dat hij dit wel. Anderzijds kan. Is het wel zo, hij neemt een risico mee. Dat gaat natuurlijk voor veel meer spelers gelden in de komende maanden. Iedereen wil, als een land zich plaatst, meedoen op dat WK. Shatli, Juventus. Je moet toch maar zien of je dan zijn wedstrijden kan pakken. Ja, maar wanneer moet je dan die stap nemen? Je moet het toch een keertje doen. Ik bedoel, Maar zou België hem niet meenemen als hij niet alles speelt bij Juventus? Je wel, ja, toch? Ja. Nou ja. Het is een goede selectie, maar die neemt Shatli toch wel mee als hij fit is. En hij heeft zelfs niet deze zekerheid, nu hij bij Twente heel veel speelt, als hij fit is, dat hij dan in de basis staat bij België. Dus. En Twente moet hem eigenlijk ook verkopen, want zijn contract loopt af, hè? Maar iedereen praat nu over Juventus, hè? Voor zover het dan eventueel haalbaar is en concreet wordt. Want dat weet je nooit. Veel van die grote clubs informeren bij heel veel spelers en makelaars. Wat is er mogelijk? Shatli gewoon naar een topclub in Nederland. Een andere topclub in Nederland. Is dat een optie? Nee. Nee? Nou ja, Twente laat hem natuurlijk niet gaan. Twente heeft nog steeds die illusie. Hè? En terecht ook dat zij de topclub zijn in Nederland. Eén van de topclubs. Dan ga je die niet naar Ajax of PSV laten gaan. Dus jullie denken Juventus. En hij kan het aan. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat hij met goede voetballers van mij dat hij sterker wordt. Ik denk dat ook de training en het is toch wel wat fysieker allemaal. Ik denk dat het wel goed voor hem is. Ja, heel simpel was het uiteindelijk niet, hè, voor Twente. Goed, het resultaat is er. Twente gaat gewoon door. Won in Groningen, maar komt hierachter met 2-1 tegen Groningen. Het had ook iets met tactiek te maken vandaag. Laten we even kijken, want Groningen Maaskant begint met 4-4-2. En de ene trainer zegt het was wel een probleem en de ander niet. Eerst Alfred Schreuder van Twente. Ja, verrast. Natuurlijk, als je het ziet, op het moment dat je het ziet, ben je verrast. Maar op een gegeven moment kun je er heel makkelijk op anticiperen doordat je steeds je backs vrij krijgt. En als je steeds je backs vrij krijgt, ontstaat er een overtal. En Braafheid maakt niet voor niks de 1-0. We zijn met twee buitenspelers diep gaan spelen. Waardoor we Twente met een probleem opzadelden. En dat voerden we zeker in de eerste helft met een extra middenvelder uitstekend uit. En dat gaf ook de nodige problemen, ook nadat we achterkwamen. Schreuder gaf niet toe dat hij toch enigszins verrast was. Nee. Werd hij verrast? Kan je dat aantonen? Jawel. Nou, kijk, met name de laatste opmerking van Maaskant. Hè, we gingen met twee spitsen wat dieper spelen. Kan je mooi in dit beeld zien. Kijk, normaal gesproken, als je met twee spitsen speelt, hè, dan staan die spitsen zeg maar, hier in het midden. Maar nou, doordat ze naar buiten getrokken worden, trek je in één keer 1, 2, 3, 4 man. He, logischer zou dan zijn dat je zegt, hier Bengtsson, ga jij vast hier lopen. Want anders heb je 4 man tegen 2. Nou, dat gebeurde niet. Dan krijg je heel vaak een overtal hier op het middenveld. Groningen deed er alleen dus heel veel mee. En even terugkomend op wat Schreuder zei. Kijk, als je hebt over vrij diepstaande vleugelverdedigers, hier staat Rosales, rechter vleugelverdediger. Als je dan balverlies leidt, dan gaat het om deze momenten dat je daar de ruimte helemaal weggeeft. Alleen Groningen had gewoon niet het vermogen en de kwaliteit. En ik ben benieuwd of Utrecht dat wel kan. Om deze bal te geven. Hè, kijk, hier komt Burnett. Om deze bal in één keer te geven. Uiteindelijk kwam daar ook een goal uit. Krijg je dit soort treurige ballen eigenlijk. En zie je ook bij het volgende moment, zie je dat. Nee, hier staat dus ook weer Braafheid. Staat hier. Heel diep. Maar als je wat verder door laat draaien. Is Rosales. Die staat hier dus ook heel erg diep. Hè, wat Schreuder zei. Gevaar is dan. He, en nogmaals, Van Dijk ziet deze bal wel. Dat je in deze ruimte achter zo'n opkomende vleugelverdediger, dat je die ruimtes weggeeft. Groningen had vanmiddag niet het vermogen om er optimaal van te profiteren. Maar ik denk dat een Toornstra, een Duplan wel die bal kan geven op Van der Gun en Moulenga. Want Utrecht speelt ook met twee spitsen. Dus het wordt wel interessant. Laten we dan even over doorpraten. Want Twente-Utrecht was voorspeld. Wat voorspellen we dan voor uiteindelijk de ploeg die doorgaat? Ik denk Utrecht heeft vorige week ook wel voorspeld, omdat ze het voordeel hebben dat ze tweede wedstrijd thuis spelen. En ze spelen wel zo ongelooflijk al het hele jaar in dat systeem. Heel goed, heel degelijk. Ze hebben geen zwakke punten. Er zijn spelers waar je soms een vraagteken achter zet. Van der Marel, de rechtsback, die gaat de laatste week eigenlijk heel aardig voetballen. Loopt zijn longen uit zijn lichaam. Ja, en ze hebben kwaliteit. Hè. Als je Toornstra hebt, Assare die op dit moment echt fit is, Moulenga. Dat zijn gewoon goede voetballers. En ik denk uiteindelijk dat ze toch
thuis het net gaan redden. Maar het zal wel spannend worden, hoor, tegen Twente. En Twente was vanmiddag niet sterk, hè? Nee. En daarbij moet je meteen zeggen, die Maaskant was dus zogenaamd slim, maar na de rust niet, hè? Je kon, Twente speelde zwak, gevaarloos. Ging terug, hè? Ja, die gaan dus met 11 man. Ja. Zoveel weet ik er nog wel van, Jan. Die, ja. Van die tactische onzin. Dat je dan vraagt om een nederlaag. Ja, maar kijk, Groningen had de tweede helft ook. Kijk, die momenten die ik net benoemde, kwamen ze totaal niet meer uit. Kijk, dit soort ballen, ja, dan kan je wel proberen snel weg te sprinten. Maar als ze niet aankomen, hier ook, 60e minuut, staan 2-1 achter. Ja, dit balletje, hè, om te laten vallen op de opkomende mensen, hè, waar dus... Waar je dus op hoopt als je met 2-3 spitsen gaat spelen. Ja. Sorry, Ruud. Kijk, als je tegen een 4-3-3 formatie, dan is het heel gunstig juist om 4-4-2 te spelen. Kijk, wat hij ook al net aangeeft, is dat je wil ook dat die rechtsback in die linksback opkomen. Want als de bal kwijt zijn, dan heb je daar de ruimte. En het is heel erg als die buiten, als die middelste verdedigers, die centraal, die moeten naar buiten toe. Dat willen ze niet. Maar Rus, dus, na Rus was er geen 4-3-2 meer. Het puddingsysteem. Ja, namelijk als een zak achteruit liggen en verder niets doen. Ik ga naar de andere ploegen, want Heerenveen redt het uiteindelijk niet. Ook 4-4-2, hè? Ja, ook 4-4-2. Eén keer nu van Basten. Maar ik heb een stuk zitten kijken daarna. En toen Parra erin kwam, toen was het echt goed. Toen hadden ze echt druk. En toen dacht ik van mezelf, nou ja, alleen ze hebben niet het vermogen en de slimmigheid hebben ze gewoon niet. Want ze maken constant verkeerde keuzes. Ze missen natuurlijk wel een hele belangrijke. Ja, maar daarom. Maar daarom zeg ik ook, er waren zoveel mogelijkheden om er wat van te maken. En ja, als je dan ziet dat daar niet de juiste beslissingen genomen worden op bepaalde momenten, ja, dan kan je zo'n wedstrijd gewoon nog recht breien. Moet je, als je hier in Veen bent, je hebt Finn Bogason, moet je dan met twee spitsen spelen? Hij heeft in 2 wedstrijden tegen Utrecht eigenlijk helemaal niks laten zien. Je zou toch zeggen, speel met 3 aanvallers tegen Utrecht? Waarbij ik me wel voor kan stellen. Ja, maar is dat wel zo? Met 3 aanvallers, het is wel een verschil. Kijk, 2 spitsen, dat wordt altijd heel anders uitgelegd in Nederland. Want als je met 3 aanvallers speelt, ja, je hebt wel een buitenspeler. Maar het is maar 1 spit. Er staat er maar 1 in het centrum. En als ik er 2 heb, als er een voorzet komt, staan er in ieder geval 2. Dus in ieder geval speel je nog aanvallender. Want je rechtshalf en je linkshalf, die spelen eigenlijk ook zo. Dus je speelt eigenlijk met 4 man voorin, met balbezit. Ja. En alleen bij Nederlandse systemen zeg je ja met 3 aanvallers. Maar je speelt eigenlijk maar met 1 spits. En als die bal niet goed is, op het hoge niveau, dan kan je gewoon niks doen. Daarvoor heeft Ajax altijd hele goede buitenspelers gehad die bal wel gewoon, als hij voorkomt, op je hoofd leggen. Terwijl bij mindere ploegen, als die spelen, ja, dan komt die voorzet gewoon niet aan. En daarvoor hebben die mindere ploegen hebben de moeite. Alleen, ja, iedereen, het wordt wel ingekoud dat je zo moet spelen. Maar soms is 2 spitsen is alleen maar om meer mensen in het strafgebied te hebben. En daarvoor doet Utrecht het wel goed. Nou ja, Utrecht doet het überhaupt goed. Hè? Ja, jij geniet van Jan Wouters. En, nou, ik vind het leuk. Jan heeft wel klapjes gehad in zijn leven. Ja. En ik denk dat het wel eens tijd werd dat hij ook een beetje het geluk aan zijn kant. Nou, met geluk heeft het niet echt te maken. Heeft dat elftal gewoon beter gemaakt. En eindelijk heeft hij daar resultaat uit. Want je ziet eigenlijk allerlei spelers opeens opklimmen. Dat je denkt, hey. Elke speler is beter geworden. Ja, dat is buitengewoon knap. 1 speler wil ik eruit pakken. Overgekomen in de winterstop van ADO Den Haag. Jan Stornstra. Die ook meteen gewoon ongelooflijk belangrijk is voor het elftal. Ja, ja. Ja, als voetballiefhebber, dat zijn we uiteindelijk toch allemaal. Het is een fantastische speler. Deze zit er wel aardig in, hè? Zo. Ja, dat kan hij dus ook. Uit stilstand. Ja. Gewoon erin hengsten. Goeie. Maar met name hoe hij speelt. Hij speelt een beetje vals van de rechterkant. Komt hij naar binnen toe. Maar zakt ook net zo gauw met een puntje naar achteren om mee te doen in het positiespel. Hij is echt de motor op het middenveld. Hij is geweldig. Ik neem toch aan dat Vergaal hem meeneemt op die trip naar Azië. Daar kun je juist dit soort spelers uitproberen. Dit is typisch zo'n speler om die eens even te laten ruiken. Ja. Opmerkelijk. Kees Jansma zei ooit, Alphense Boys, daar speelde hij. Een goede speler, die kan uit betaalde voetbal. Dan worden er vraagtekens bij gezet of je die stap kan maken. Die pakt hij bij ADO Den Haag. Jij wil met terugwerkende kracht een compliment aan Kees? Ja, absoluut. Ja. Want die heeft het dus wel heel goed gezien. Ja. Alleen moet je afvragen of iemand het dan oppikt. Hij pikt nu het niveau van Utrecht op. Is het een strootman?